Een buitenloods? In Lelystad? Wat is dat eigenlijk? En wie gaan daar naartoe? Kom, daar willen we het fijne van weten. De JJI Lelystad staat voor Justitiële Jeugdinrichting, waarbij wij jongeren huisvesten die onder toezicht van justitie zijn geplaatst. De JJI, hoe het daar is om te verblijven, is natuurlijk niet leuk. Maar aan de ene kant is het ook wel goed, omdat het ook voor mijn toekomst toch wat zekerder en fijner kan stellen. De jongens mogen hier komen als ze in de laatste fase zijn van hun traject. En de laatste fase houdt in dat we dus gaan kijken dat ze dus gaan reïntegreren in de maatschappij. Als ze moeten reïntegreren, dan moeten ze dus een dagbesteding hebben. En de dagbesteding kan zijn arbeid of vrijwilligerswerk of stage of ook voor sommigen gewoon werk. Ik leer heel veel omgaan met autoriteiten, omgaan met spanningen en conflicten, omgaan met geldzaken, omgaan om met een baas te werken, omgaan om te werken voor anderen en omgaan met familie en vrienden. Wij zitten hier op een onwijs mooie locatie op een industrieterrein. Dus de jongeren die hier komen, die hebben ook echt het idee dat ze naar hun werk gaan. Per jongere verschilt het hoe lang ze hier bij ons blijven. Er zijn ook jongens bij die hier gewoon permanent een dagbesteding krijgen. Ze vinden het meestal jammer als ze weg moeten of weggaan. Soms heb ik die gedachte van dat ik geen zin heb om op te staan. Maar als ik er dan eenmaal uit ben, dan vind ik het wel weer leuk om naar mijn werk te gaan. Wat vooral leuk is om te zien is dat de sfeer hier over het algemeen een stuk beter is dan bij de jongeren in de jeugdinrichting. Ze voelen zich hier een stuk vrijer om met elkaar om te gaan. Het regime is hier natuurlijk wat losser en dat komt de sfeer alleen maar ten goede. En wij gaan hier toch anders met onze jongeren om. We benaderen ze anders, behandelen ze anders en waarderen ze ook als collega. De begeleiding is over het algemeen goed, rechtvaardig en ook duidelijk. En ik denk dat het ook bij de buitenloods ook dat wel nodig is. Het is hartstikke leuk om hier met de jongeren te werken. Je ziet ze groeien in wat ze doen. En je weet dat ze naar een punt toe werken om op een gegeven moment weer zelfstandig te zijn en zelf naar een baas te kunnen gaan. En dat geeft een hoop voldoening. Heb je nieuws? Mail dan naar redactie@plurijn.nl. Wij regelen de rest, ja? Kom!